voor kinderen die gepest worden, moeilijke thuissituatie hebben, faalangst hebben of andere kinderen die vreemd zijn in dit land, is er een initiatief ontwikkeld in de gemeente Krimpen-Tewaard, samenwerking met de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden en Coach en Kern. Het initiatief heet Paardenmaatje. Paardenmaatje, paarden en maatje. Bij ons Christa van Zijl, Christa van de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Goeiedag, welkom. Ja. En ook Karen van Coach en Kern. Ik dacht Kern, zorg. Maar Karen, de naam ook. Welkom ook bij ons. Jij bent zeg maar de kinderpsychologe, zeg maar, de kindercoach. De kindercoach, ja. Die zeg maar meewerkt met Paardenmaatje. Paardenmaatje in de Krimpende Maat. Wat is Paardenmaatje? Paardenmaatje is een weerbaarheidstraining voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanuit de doelgroep van leergeld met minimale financiële middelen. En wij proberen deze kinderen een steuntje in de rug te geven door ze in samenwerking met paarden wat meer zelfvertrouwen te geven. Jij echt vanuit de praktijk, hè? De samenwerking voor de kinderen met de paarden, zeg maar. Christa, vanuit de Leergeld Stichting Zuid-Holland Midden, jullie hebben elkaar gevonden. En de gemeente ook. Ja, klopt. Ja, in 2019 zijn we gestart in gemeente Zoetermeer en toen zijn we al een samenwerking aangegaan. Toen kregen we eigenlijk gelijk hele positieve reacties uit de gemeente Krimpenerwaard dat ze het een mooi project vonden. Dus op het moment dat we het project konden gaan uitrollen naar andere gemeenten was gemeente Krimpenerwaard eigenlijk een logische keuze. Ja, en voor wie is het eigenlijk bestemd? Hè? Je zei het net al een beetje, voor kinderen, een beetje weerbaarheidstraining en dat soort zaken. Maar voor wie is het echt bestemd in de gemeente Krimpenerwaard ook? Nou, wij richten ons bij leergeld op kinderen die niet mee kunnen komen in de samenleving. Omdat ze uit gezinnen komen met minimale financiële middelen. Mm-hmm. En eigenlijk willen we met Paardenmaatje deze kinderen, ja, als ze gepest worden, als ze hun plekje in Nederland nog niet hebben gevonden. Of als ze communicatief of sociaal niet lekker meekomen in de klas, willen we die kinderen een steuntje geven. Ja, echt dat duwtje, dat steuntje in de rug, zeg maar. Ja. Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar? Ja, klopt. Dat zijn ook echte kinderen waar je ook nog kan coachen, die je nog kan vormen voor de toekomst? Ja, en het liefst zo vroeg mogelijk, zodat ze al op jonge leeftijd leren, voordat ze naar de middelbare school gaan en in de puberleeftijd komen, dat ze echt wel meer kunnen dan ze zelf denken. Ja, nou hebben jullie, het is niet nieuw, in Zoetermeer zijn jullie gestart, 2019 zeiden jullie net ook. Ja. De ervaringen in Zoetermeer? Ja, heel positief. Ja, er zijn heel veel kinderen die daarop reageren. We hebben daar nu zelfs een korte wachtlijst eigenlijk. Dus eigenlijk zodra er een ronde open gaat, staat er alweer kinderen voor de ronde daarna te wachten die mee willen doen. Gewoon, ja, prettige ontwikkeling voor de kinderen ook, maar ik denk dat Karen daar meer over kan vertellen. Ja, maar dat betekent ook dat er zich behoefte is aan. Hè? Als je zegt, er is dan een wachtlijst in Zoetermeer. Hè? In de Krimpenerwaard zijn jullie gestart. Ook al een aantal kinderen op 3 locaties waar het hier wordt gebezigd, zeg maar, waar het wordt uitgewerkt. En dat betekent gewoon dat er echt heel veel behoefte is om dit soort kinderen te coachen. Om ze meer een zelfvertrouwen steuntje in de rug te geven. Is het ook misschien een probleem wat meer uit de maatschappij komt? Er wordt meer van kinderen verwacht. De druk is hoog. Kinderen moeten presteren. Ja. Vlak niet social media uit, maar ook de coronatijd. Ja. Kinderen hebben veel thuis gezeten, weinig sociaal contact. Zelfs grote delen van tijd niet eens naar school gegaan. Geen sport. Voor die kinderen is het helemaal extra is het welkom. Is sociaal isolement voor de kinderen? Ja. Ja, daar is helaas ook sprake van. Maar daarnaast, deze manier van coachen is gewoon buiten met de paarden. Dus voor kinderen is het ook gewoon een leuk uitje. Een leuk moment bij de paarden. Dus eigenlijk het mooie, het leuke met het educatieve zeg maar samenbrengen. Precies. Dat doe je met paarden. Maar waarom nou juist paarden? Want waarom ga je niet vaak zeg maar in dit soort trajecten, dan zit je zeg maar bij elkaar, één op één gesprekken, een rollenspelletje. Hè, dat is eigenlijk hetgeen wat bij mij in de gedachten leeft in coaching. Ja, dat klopt. En je zegt het al mooi, één op één tegenover elkaar. Dat is vaak heel confronterend en zeker voor kinderen als ze met mij, ik ben een vreemde mevrouw, in een kamertje een gesprek moeten voeren. Op het moment dat ik de kinderen meeneem naar buiten, naar de paarden, dan zien ze het niet meer als een therapie of als een training. En dat is heel goed voor een intrinsieke motivatie. Maar dan is het spel, zeg maar. Hey, jullie werken met ontwikkelpunten voor de kinderen, want jullie doen 3 sessies worden er aangeboden vanuit de Stichting Leergeld, gefinancierd door de Stichting Leergeld. Ja, klopt. 3 sessies, je moet iets opbouwen, maar 3 sessies is niet veel, denk ik dan. Nee, 3 sessies is niet veel, maar ondanks dat het maar 3 sessies zijn, kunnen we toch heel veel bereiken. En de grootste pijler is het ervaren van succesmomenten. Ik ga op zoek, of de andere coaches gaan op zoek naar dat succesmoment. Wat vinden ze eng, wat lukt niet? En na 3 sessies lukt dat wel, zodat ze echt dat zelfvertrouwen krijgen van zie je wel, dat kan ik gewoon. Je bouwt het op, hè? Ze komen een beetje misschien schoorvoetend met een beetje schroom binnen, zeg maar. Een beetje angstig wat gaat gebeuren. Want zeg maar, je geeft ontwikkelpunten mee, het is maatwerk, ook echt het 1-op-1 zei je net ook. De kinderen komen en dan, wat gaan ze doen met de paarden?
Door middel van simpele opdrachtjes. Dus ze gaan niet op het paard, maar echt naast het paard. Voor veel kinderen is het al heel spannend om een paard te borstelen of te aaien. Dus dat kan al de opdracht zijn. Ze kunnen een parcoursje lopen met het paard. Maar het mooie is, die paarden zullen reageren als zij heel schoorvoetend binnenkomen. Zal dat paard niet eens met ze willen meelopen. En op het moment dat ze net eventjes hun houding veranderen of rechtop gaan staan. En het lukt wel. Die ervaring die wil ik ze meegeven. Maar dat is dan echt de lichaamstaal van dier. En mens, ja. En kind, zeg maar, ja. Waar je naar kijkt, zeg maar ook. Ja. Na drie sessies, zeg maar, Stichting Leergeld, initiatief in Zoetermeer loopt al, zeg maar, positieve reacties. Ja. Als je kijkt naar de toekomst voor die kinderen, wat nemen ze mee hiervan? Ja, ik denk dat jij dat het beste kan uitleggen, toch? Waar ik van overtuigd ben dat ze mee kunnen nemen, is dat ze leren, ik kan echt meer dan ik denk. En veel kinderen die vaak angstig zijn of weinig zelfvertrouwen hebben, denken van, nou, ik vind dat eng of dat kan ik toch niet. En zullen zich verstoppen in het niet eens gaan proberen. En door ze daaruit te trekken en echt te motiveren en daardoor te laten ervaren van ik kan veel meer. Ik hoop dat ze dat meenemen voor de toekomst. Dus oftewel, hier ben ik doe mee. Precies. Ja, en dat is eigenlijk precies het doel van Leergeld. Elk kind mee laten doen in de maatschappij. Nu hebben jullie het initiatief. Staan er nog meer initiatieven op stapel? We willen nu eerst even kijken hoe het traject verloopt in Krimpen en Waard. Mm-hmm. We zijn ook deze maand begonnen in Alphen aan de Rijn. Yeah. Het liefst zouden we, Leergeld is in 13 gemeenten actief, we zouden het liefst in alle 13e gemeenten willen doen. Ja. Ja, omdat we alle kinderen dezelfde kansen willen bieden. Dus dat betekent dat in alle gemeenten waar we actief zijn dan ook dezelfde voorzieningen willen aanbieden. Maar we moeten natuurlijk wel kijken waar het goed ontvangen wordt, hoe we daar financiering voor organiseren en hoe we dat dan kunnen uitrollen. En dat is altijd een beetje puzzelen, hè? Want het is nu ook een beetje een pilot in Krimpen en Waard. Maar een pilot die wel loopt en waar al aanmeldingen voor zijn. Jazeker, absoluut. We zijn al begonnen. Jazeker. Ja, wordt vandaag, as we speak, wordt er nu training gegeven als het goed is. Ja. Dus het gaat hartstikke goed. Maar het is ook inderdaad even kijken, hoe gaat het hierna? Zijn er nog meer aanmeldingmogelijkheden? Zijn er nog fondsen voor? Goed, een unieke kans denk ik voor ouders om hun kinderen ook, zeg maar, voor te bereiden voor de toekomst. Hè? Als ze nu, zeg maar, net die faalangst hebben, een beetje extra weerbaarheid, een beetje extra zelfvertrouwen. Ja. Als ouders meer informatie willen, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen naar de website van Coaching Karen, dat is gewoon coachingkaren.nl. Of ze kunnen naar elkkinddoetmee.nl, dat is de website van Leergeld. Daar staat ook een kopje over paardenmaatje. En als ze zich willen aanmelden, dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@elkkinddoetmee.nl. Samenwerken met het paard, kudde die puursang, die alles herkent, zeg maar. In paardenmaatje, heel erg belangrijk voor kinderen die gewoon moeten werken, wat extra bagage mee kunnen krijgen voor de toekomst, om ze ook voor te bereiden op de toekomst. Precies. Christa en Karen, dankjewel.